Hallo allemaal! Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over mijn opleiding. Ik studeer namelijk Creative Business. Het heet eigenlijk Media, Informatie en Communicatie, maar de naam is veranderd en het heet nu Creative Business. Ik ga jullie vertellen hoe ik aan die opleiding kom, dus maar waarom ik die opleiding doe en of ik het leuk vind of niet. En of ik nog tips voor jullie heb, dan als ik tips voor jullie heb, dan zal ik het ook even in deze video vertellen. Dus blijf vooral kijken en ja, like, deel, abonneer, alles. Ik wist al vrij snel dat ik iets in de creatieve industrie wilde doen. Ik was heel slecht in wiskunde, heel slecht in zeg maar alle beta-vakken. Dus scheikunde, natuurkunde, wiskunde. Alles wat eindigde op kunde, daar was ik gewoon heel erg slecht in. Dus ik wist al dat technische dingen niet voor mij weggelegd waren. Mijn nicht Nathalie die deed al de opleiding, dus ik heb ook aan haar gevraagd of zij positieve of minder positieve ervaring had over de opleiding. En ja, iedereen die ik sprak erover, die was wel positief. Dus ik ben naar de open dag geweest en ik heb ook online heel veel dingen bekeken over de opleiding en daar was ik ook heel tevreden over. Dus ik heb me toen eigenlijk meteen ingeschreven. Ik was echt een soort van kind in de snoepwinkel toen ik daar kwam. Want je hebt echt gewoon hedendaagse apparatuur. Je mag werken met de coolste technieken, de coolste dingen, 3D-printers, noem het maar op. Dus dat vond ik echt al super fijn. Daardoor kan je ook gewoon heel goed kijken. Gewoon heel goed gewoon aanvoelen wat bij jou past. En wat ik ook echt meteen merkte is dat de sfeer gewoon heel erg fijn is. Ik voelde me gewoon echt meteen thuis. Ik dacht, oké, dit wordt het. Dit wordt mijn school. Dit past bij mij. Dit is perfect. Alle docenten hebben het beste met je voor. Ze willen je zo goed mogelijk begeleiden, zodat jij later als media professional op beide benen kan staan. En dat is ook zeker iets wat ik heel erg waardeer aan de opleiding. Je wekt dus een nauwe band met je docenten. Je hebt ook een SLB'er. En je SLB'er staat voor studieloopbaanbegeleider of begeleidster. En hij of zij helpt jou het gehele jaar door met waar je tegenaan loopt. Of wat je juist al heel goed kan. Dus het is heel belangrijk om je SLB'er of SLB'ster te vriend te houden. Want hij of zij is degene die het hele jaar door bij je staat en waar je uiteindelijk ook het meeste aan hebt. En ik heb het geluk gehad dat ik dat mijn SLB'ster gewoon heel erg aardig was en heel erg aan mij klikte. Dus shout-out naar Lieke Biesma. Lieke, als je kijkt. Ik raad zeker aan om je meer te verdiepen in de opleiding, want het is echt een hele leuke opleiding. Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag. Comment vooral in de comment section. En mocht je deze opleiding leuk vinden of meer vragen hebben over de opleiding, dan kan je mij dus altijd bereiken via HVA YouTube kanaal. Heb een fijne dag en alvast een hele fijne jaarwisseling en fijne feestdagen. En dan zie ik jullie snel weer.